Voordat we beginnen met de podcast, een bedankje naar onze sponsors. Maribo's, het lekkerste Surinaamse eten van heel Delft aan de Nieuwstraat 4A. En Empire Apartments, de meest luxe appartementen van heel Suriname in Paramaribo. Maribo's Delft, kom het lekker eten. Kom het proberen. We zijn open. Dus ja. Ja. Alweer. Oh, hij zegt toch wat nodig is. Ja, je toch, moet gaan eten. Het is gewoon wat het is, man. Het is eten, het is open. Dat moet je weten. Ik ben in het van een legend, dus ik kom ook niet uit mijn woorden. Ah, ik, hoop okay. dat, ik hoop dat u het lekker vindt. Ik hoop graag uw feedback. Als je langskomt. Ja, toch? Zeker. Het ziet er alvast heel lekker uit. En het ruikt lekker, dus. Het ziet er goed uit. Nou ja. Ik heb alle vertrouwen. Verblijf tijdens je vakantie in Suriname bij Empire Apartments Paramaribo. Het meest luxe appartementencomplex van heel Paramaribo. De beste luxe voor de laagste prijs. Zeggen dankjewel. Ja, dat was ook echt. Daarom, ik zei, je moet groot werken voordat je groot wordt. Communicatie tussen man en vrouw, altijd een probleem. Echt waar, de meeste ruzies in een relatie zijn terug te brengen naar miscommunicatie. Echt waar. Maar vrouwen hebben dat niet door. En vrouwen zeggen, nou mijn man en ik, we zijn echt een team hoor. Maakt niet uit hoe ver hij staat, ik hoef maar te kijken en hij snapt mij. Hij snapt helemaal geen moer, echt waar. Je kijkt naar ons en wij doen... Yo, zit te praten met mezelf, ben verloren in mijn mind. Ik kan chillen in een stream, maar ben ook graag daar op het plein. 25 zonder nul, met deze grind de kans is klein. En mijn hoofd wel op dat geld, maar al mijn fan wat dichterbij. Alsof ik loop voor die money baby, weef voor die money baby. Soms denk ik dus alsof ik leef voor die money baby. Doch deze G-man die is anders, had het even mis. MOH, hoeft niet uit te leggen wat begrepen is, nou. Solo, solo heb ik gestreden. Oké, wil die ook? Dan doe ik mijn introductie, hè? Ik heb echt een hele mooie introductie voor u. Je gaat het zien. Geen grap. Ik heb er even een week op geoefend. Hij gaat perfect zijn ook. Let op. Ja, tuurlijk, in de spiegel. Ai. Ja, man. Ja, Rod? Meer naar rechts? Zo goed? Of meer? Perfect. De legendarische comedian Dave Chappelle zei ooit... Een goede comedian is grappig. Een geweldige comedian, die is interessant. En man oh man, wat hebben we vandaag een interessante gast. Roy Verveer, welkom. Dank u wel dat u hier bent bij de Kinion Podcast. Ja, graag gedaan. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het uitstekend. Ik wil iets wat mij heel erg fascineerde over u. Was, u bent natuurlijk in Suriname ontdekt door Erik van Sauwers. Ja, Najib Mhali, Howard Komper en Roy Verveer. Of Murt Mossel. En met Murt en Howard bent u ook nog later heel veel shows gaan doen. En wat me heel erg fascineerde is, rond 2002 of zo kwam je naar Nederland. Nee, ik ben in 98 heb ik ze ontmoet. Oh, ja. En 99 ben ik in Nederland gekomen. Ja, in 99 kwam je naar Nederland, maar toen was u al 30, toch? Nee, ik was 27. 27? Ja. Oké. Okay. Was u al 27, dus eind 20 raakte u aan. Eind 20, begin 30 raakte u aan. En u was al eerder in Nederland voor studie en zo, toch? Maar wat me dan heel erg fascineerde is van een jonge man van eind 20. Meestal hebben mensen dan soort van al hun carrière, soort van nu moet ik mijn carrière gevonden hebben, toch? Mm-hmm. Maar u was toch, durfde u een stap, een hele andere richting in te gaan. Wat was eigenlijk de mindset met wat... Waar u dan mee inging van oké, ik ga nu comedy doen? Dat is een goede vraag als je het zo stelt. Het is me nog nooit op deze manier gesteld, dus ik moet even goed nadenken. Oké. Nu het zo zegt, hè, eind 27. Mm-hmm. Mevrouw en ik op dat moment
waren echt daar niet mee bezig. En eigenlijk zeggen we nog steeds tegen elkaar... Hé, we waren echt kinderen, hè, toen we dit en dat... Ja. Toen we Randy kregen, waren we echt kinderen. En eigenlijk zeg jij nu... Ja, en 20, ja. Denk ik, we waren helemaal geen kinderen. Ja. Maar we voelden ons nog kind. Waarom? Wij zijn in Suriname opgegroeid. Ja. Als je in Suriname opgroeit, ben je nog lang kind. Hè? Daar kwam ik achter toen ik hier kwam. Nog lang ben je dus niet zelfstandig, want je ouders wonen er. De gemeenschap is ook klein, dus alles wordt er geregeld. En zo. Dus je hoeft nooit achter iets zelf aan te gaan. Klopt, of zo, ja. Ja? Toen kwam ik naar Nederland en dan was er geen internet of niks. Dus we kwamen hier wonen. En dan was je gewoon echt direct niet uit huis. Je was direct uit het land. Ja. Dat was in mijn studietijd al. Ja. Wij gingen weg met 18. Dan was je niet uit huis. Je was uit het land. En niet elke dag facetimen met je ouders en elke dag appen. Weg. Je was gewoon weg. Ja. 5 gulden kostte een minuut om te bellen naar Suriname. Dus je belde niet. Je belde niet. Als je belde was met kerst. Merry Christmas, doei. 1 minuut, 5 gulden. Snap je? Dus je was zo weg. Zo zelfstandig al heel snel. Toen hebben mijn vrouw en ik besloten, toen was het nog een vriendin, terug te gaan naar Suriname. Ja. Toen gingen we werken in het bedrijf van haar moeder. Dus het was bijna ook weer het spelen. Je werkt wel. Eigenlijk, weet je, je weet hoe het gaat toch? Schoonmoeder is directrice, jij zit gelijk eronder, een soort rechterhand. Ja. Ik was 22, was ik gelijk bam eronder. Ja. In de board. dus het was eigenlijk nog steeds dat we niet volwassen waren, want we woonden in een huis, had zij gekregen bij het huwelijk. Dus we betaalden geen hypotheek. Oh, ja. Dus het was eigenlijk nog steeds, we hadden geen kinderen. Ja. Dus die hele periode daar was eigenlijk toch, als we terugdenken, een spelletje. Maar intussen word je 24, 25, 26. En toen ging het heel slecht met Suriname. We hebben besloten terug te komen. Dus intussen had ik die jongens ontmoet. Ja. Maar toen besloten wij terug te komen naar Nederland. Waren we inderdaad 27. En toen bleek vader zwanger. Ja. Nou, zij moest een baan hebben om mij hier te krijgen. Want ik was Surinamer van paspoort en zij Nederlander. Maar dan moest zij mij laten halen, toch? Een soort van, ik wil mijn man laten halen op basis van gezinshereniging. Dus kreeg ik een verblijfsvergunning. Maar daarvoor moest ze werken. Dus dan ging ze werken. Ze heeft gewoon een baan genomen om maar om mij te kunnen laten halen. Ja. Dus toen ik kwam, ging ik een beetje stand-up met die jongens. Maar intussen moest ik ook een baan hebben. En toen dacht ik, ja, ik moet een baan. Dat. Ben ik maar iets gaan doen. Ja, ja. Ik ben echt letterlijk maar iets gaan doen. En toen was ik daar aan het werk. En toen ging ik stiekem. Ik ging in het weekend vaker stand-uppen. En ik dacht, dat is mijn ding. Ik ga werken. Gewone baan en in het weekend stand-uppen. Nice, tot de dood. Dan heb ik een... In Suriname is dat ook de instelling. In Suriname kun je niet, al vanaf ik me kan herinneren, kun je geen... Weinig tot geen artiesten zijn daar volledig artiest. Het is altijd zo de hobby. Dus ik kwam met die instelling naar Nederland. Van oké, je hebt een baan en in het weekend ben je aan het stand-uppen. Nou, mijn vader had het ook gedaan. Mijn vader zat in een van de grootste bands van Suriname in de jaren 60, 70... Maar dat was naast zijn werk in het weekend. Dus ik kende niet anders. En ik dacht, nou, precies hetzelfde. Wat heeft gemaakt dat ik dan ineens toch die stap heb gemaakt naar fulltime? Ik heb 3 jaar lang op deze manier gewerkt. Dus werken... 99 tot 2002 dan? Ja, 2002. Ja. Oké. Okay. Werken en stand-uppen in het weekend. Maar ze kwamen steeds meer aanvragen voor 's avonds ook. Dus dan ging ik na het werk... Na het werk sprong ik om 4:30 in de auto, reed ik bijvoorbeeld naar Groningen, deed ik daar een show, reed ik terug naar huis. Was ik 8:00 weer volgende dag weer op het werk. En had ik die avond weer wat. En dat heb ik echt 2-3 jaar gedaan. Zo mallen, gewoon werken en spelen, werken en spelen. Toen heb ik op een gegeven moment aan mijn vrouw gezegd, ik ga 1 jaartje fulltime dit doen. En daarna ga ik een baan zoeken die ik echt wil. En dat was... Werken bij de KLM. Oh ja. Ja, grondsteward achter de marechaussee. Dus niet, niet waar nog gewogen moet worden en dat soort shit. Ja. Nee, wanneer je al achter de marechaussee bent, ben je tax-free. Oh ja. Dus bij de gate, bij de dit, bij de dat. Dat lijkt me zo leuk, omdat die wereld is een wereld apart. En ik pas heel goed in die wereld. Elke dag mensen ontmoeten, elke dag met mensen bezig zijn. Elke dag andere mensen uit verschillende werelddelen. Het is een leuke plek om te werken, lijkt mij. Nog steeds, hè. Nog steeds, denk ik, als ik stop hiermee, ga ik dat doen. Nog steeds, denk ik. Elke keer als ik op reis ben, ik reis heel veel. Elke keer als ik op reis ben, zit ik daar, denk ik, hier hoor ik thuis. Dus dat stand-up ding kwam ertussen eigenlijk. Dus ik heb het 1 jaartje gedaan. En toen ging het goed. Want zij had gezegd, je moet minimaal dit per maand binnenbrengen. Dan is er geen probleem. Want zij had een goede baan intussen, was ze gegroeid ook. Ja. En dat kreeg ik veel meer binnen, snap je?
En toen dacht ik nog een jaartje, nog een jaartje, nog een jaartje. Eigenlijk ben ik het elke keer aan het verlengen, nu al 20 jaar. Ja, ja. Ik ben al 20 jaar aan het verlengen, tot ik bij de KLM ga werken. Dat is eigenlijk mijn mindset. Mijn mindset was, ik ga dit doen, maar ik kijk wel hoe ver ik kom. En dan ga ik doen wat ik echt moet doen. Dit is er tussen gekomen. Ja. Dus het is niet van, ik wilde dit worden. Dat heb ik nooit gewild. Nee, nee. Het was gewoon van, oké, ik ga dit doen in het weekend. Op een gegeven moment was het van, wacht, het wordt wel wat. Ik krijg meer aanvragen voor, laat ik het een jaar even. En dat KLM-ding zou ik doen. Ja, dat was echt zo van, oké, ik ga een jaartje dit, zodat ik niet later kan zeggen, had ik maar. Ja, ja, ik wil het gewoon doen om te zeggen, ik heb het gedaan. En nu ben ik bij KLM, maar dit heb ik gedaan. Oh, ja, ja. En ik kan niet meer stoppen. Nee, ja. En als ik stop, ga ik naar de KLM. Nou, maar ik ben wel al 20 jaar lang wel. Eerlijk waar, ik was natuurlijk 19 maart in Den Haag was ik bij de show van uw nieuwe theatertour natuurlijk. Zo goed als nieuw. En ik zei het met de jongen die hier achter ons zit. Daar was ik daar. En na de show keken we elkaar aan en we zeiden, als ik heel eerlijk ben, had ik eigenlijk ergens gewoon verwacht dat het niet meer zo goed zou zijn. Omdat u al zo lang bezig bent en we hebben een hele coronaperiode gehad. Maar we hebben ons alsnog echt rot gelachen. Maar gewoon, ja, wat ik ook toen tegen u zei is van, ik ken u al sinds ik letterlijk 7, 8 ben, ga ik naar shows van u, mijn vader. Oh, dan moet ik ook nog zo meteen doen. Ik moet een foto van u en mijn vader laten zien, want hij zei, die moet je eigenlijk weer laten zien. Okay. Maar dat zou ik zo meteen doen. Maar echt, ik ken u al heel lang en ik vond u echt, vanaf 7 vond ik u echt hilarisch. Maar dan word je op een gegeven moment ouder en dan denk je van, nou, Roué zal vast niet meer zo grappig zijn. En dan kom je dan toch wel, zeg maar. Toch is hij wel zo grappig. Hoe houdt u dat zo lang vol? Om 20 jaar lang dat u echt, eigenlijk echt wel aan de top van de Nederlandse comedy staat. Ik denk dat ik het volhoud door dus die mindset van, als het niet meer lukt, heb ik toch al mijn droombaan. Het gaat mis wanneer je angstig wordt. Wanneer je denkt, oh shit, dit is het enige wat ik kan. Als ik, en dit is het enige wat ik wil, maar dan raken mensen in paniek. Als dit het enige is wat je wil, dan denk je altijd, maar wat als ik niet meer grappig ben, stel je voor. En dat fokt je mind al op. Ja. Je? En ik heb altijd gehad, je weet toch hoe ik erin ben gerold, heb ik net verteld. No. Ik wist niet of ik dit wilde. Ja. Dus ik altijd met de vrije mind ben ik erin gegaan. En zo sta ik er nog steeds in. Ik ben niet bang dat het ophoudt. Ja. Want als het ophoudt, ga ik eigenlijk doen wat ik echt wilde. Oh ja. En als je dat heb ik een soort altijd achter de deur, een stok achter de deur. Ja. Dat geeft mij een free mind. Ik sprak laatst een collega die voor het eerst een show heeft gemaakt. En die was nu al bang voor die tweede die hij moet gaan maken. Wat ook wel de moeilijkste show is. Ja. Want de eerste show kun je gewoon alles vertellen wat je hele leven hebt meegemaakt. Die tweede heb je alles al verteld wat je hele leven hebt meegemaakt. Dus nu moet je echt. En als je het echt goed hebt gedaan, willen mensen, komen mensen met verwachtingen nog. Mm-hmm. Dus die tweede is echt moeilijker. Die derde ook. Die vierde, daar ben je een blijvertje. Dat zeggen ze. Mm-hmm. Hij sprak al. Die eerste moet hij nog een paar doen. En hij is al bang voor die tweede. Ja, maar die tweede moet gaan maken. En die moet beter zijn. Ik zeg, waarom moet die beter zijn? Waarom? Ja, nee, want die mensen. Ik zeg, denk je dat ik beter word? Nee. Volgens mij word ik niet beter. Volgens mij geef ik de mensen wat ze minimaal verwachten. We gaan naar Roué. We gaan hard lachen. Ja. Als zij hard hebben gelachen, gaat niemand zeggen, maar het was beter dan die. Ze weten niet eens meer. Ja, ze hebben ja. hard gelachen, punt. Hoe hard wil ik ze nog laten lachen? Ik heb mensen gehad die huilen. Die show die jij hebt gezien daarna, die ik nu speel. Er zijn een paar momenten waar mensen echt letterlijk huilen. Elke avond zie ik ze huilen. Wat wil ik in die volgende nog doen? Dat ze doodvallen. Snap je? Ja. Dus dat moet niet het doel zijn. Mijn doel is altijd, hey, je moet een nieuwe show maken. Let's go. Laten we die mensen weer een goede avond gaan bezorgen. Is een andere dan, hey, ik moet een nieuwe show maken. Maar die moet beter zijn dan die vorige. Oh, dan begin je eigenlijk al, hoe ga ik dat doen? Dus die dingen, ja. En ik denk dat het daaraan ligt dat jij het gevoel hebt dat ik nog grappig ben. Wat ook zo is. Maar ik bedoel niet dat ik je verwacht van mij niet. Want jij zei, is die nog zo grappig? Je vroeg je niet af, is die grappiger dan? Ja, ja. Je vroeg je af, is die nog zo grappig? Ja. Ja, ja. Nou, en dan kom je die volgende show en dan lach je weer hard. En dan ga je niet zeggen, hij is nu grappiger of minder grappig. Nee, hij is nog zo grappig. En mensen, Joep van het Hek heeft 35 shows gemaakt, weet ik veel. Zo. Zoiets. Denk je dat hij nog steeds groeit? Nee.
Ja. Hij doet waar hij goed in is en dat is het. En daarom denk ik dat ik nog gewoon grappig ben. Je bent grappig of ben je niet grappig? Ja. Grappig houdt niet op. Dus ik denk dat je altijd grappig zal zijn als je grappig bent. Mm. Je wordt niet minder grappig. Je kiest op een gegeven moment misschien voor een bepaalde keuze, je onderwerp of wat dan ook. Waardoor je misschien wat serieuzer wil zijn of zo. Maar ik geloof niet dat je minder grappig kan zijn. Ja. Dat geloof ik. Ja, ik weet het niet. Ik zeg het nu, terwijl ik het zeg, denk ik. Nee, volgens mij ben je grappig altijd. Je kiest ervoor om minder je best te doen. Ja. Om minimaal het niveau te halen. Of je kiest ervoor om een keuze te nemen op gaan van een bepaald onderwerp waar je... Hè, waar je minder grappig over wil zijn, omdat je serieuzer wil zijn, dat kan. Ja. Maar dat is een keuze. Dat is, ja, okay. Dat is meer een keuze om dan minder grappig te zijn dan echt van oké. Of blijheid, weet je. Je hebt mensen die erin gaan geloven van ik doe dit even. Ja. Bij mij lijkt het, zeggen ze altijd, maar ik werk er keihard aan, altijd. Ja, wat is uw routine voordat u... Want bijvoorbeeld, ik luisterde een podcast met Kevin Hart en daar vertelde hij zeg maar, om de 2 jaar dropt Kevin Hart een special. En hij heeft een hele routine waar hij naar comedy clubs in Chicago gaat, dan in Boston, dan daar en daar en daar. Speelt hij echt, 12 shows in 3 dagen of zo, zei hij dan. En dan doe ik dat een jaar lang, dan ga ik theatershows doen. Dus dan eerst comedy clubs, dan theatershows. Theatershows doe ik een half jaar. En dan weet ik van, oké, ik ben ready voor die special. Dus wat is uw routine daarin, zeg maar, voor wanneer u weet van oké, ik ben ready voor die ene grote show? Kijk, dat is... wij werken namelijk niet naar een special. Kijk, hij werkt naar een special. Ja. Maar ik speel in Toemler al, van daar ben ik begonnen. Toemler, Comedy Club Amsterdam. Dus daar kan ik altijd binnenlopen. Dus als ik een nieuwe show moet maken, ben ik daar vaker te vinden. Dus eigenlijk wat hij doet, doe ik ook alleen op 1 plek. Ja. Omdat Nederland is niet zo. Hoewel, ik moet zeggen, er is nu hier en daar, er begint een circuit te ontstaan. Ja, zeker. Utrecht heeft een comedy club, Den Haag heeft een comedy club. Ja, Den Haag heeft een comedy club, ja. Dat is goed. Ja. Want dan kunnen we roleren. Dan kan ik ook zeggen, nee, ik speel vandaag niet in Amsterdam. Ik speel in Den Haag, in een comedy club. Ja. Dat Amerika ook kent. Heerlijk. Ja. Dan kan je op dat soort plekken gaan spelen en dan begin je dingen uit te proberen. Kleine dingen. Soms ben ik MC, bewust. Omdat die aandacht niet op mij zit. Maar kan ik tussen het MC'en twee dingen uitproberen, terwijl mensen niet eens weten dat ik het aan het uitproberen ben. Ze denken, oh, hij is aan het MC'en. Ja. Dus die keuze maak ik ook. Maar bij mij is het belangrijkste, ik moet echt gaan toeren. Mijn shows worden on tour gemaakt. Ik schrijf geen shows, zeg ik altijd. Ik maak shows. Dus de eerste try-out die ik ga doen, is ook echt een try-out. Dan ga ik het podium op met een papiertje met 5 steekwoorden. Ja. En daar ga ik over praten. En ik heb 2 grappen die af zijn. En wat ik dan heb, dan ga ik het podium op en dan ga ik met die mensen babbelen. En ik probeer die 2 grappen zo lang mogelijk uit te stellen. Want als ik die heb verteld, heb ik niks meer. Ja. Dus ik ga gewoon praten over die onderwerpen. En dan merk ik, hey, bam, bam. Oké, ik heb hier een grap ter plekke. Of een gedachte, iets. En dat wordt opgenomen. De volgende dag ga ik werken eraan en kom ik weer. En dan moet ik eerlijk zeggen, bij mij gaat het... Als ik eenmaal ga, ben ik met 10 try-outs, heb ik een redelijke show al. Dat ik denk, oké, let's go. Ja. En hoe vaker ik hem speel, hoe meer bij komt, hoe meer ik... Soms moet ik dingen weglaten. Nu speel ik... Die show moet 1,5 uur zijn, maar ik speel nu al 1:40. Dus ik heb 10 minuten te lang, maar die zijn zo leuk dat ik ze niet meer eruit wil halen. En dan kom ik met mezelf. Ja, maar je moet het eruit halen. Wat ga ik ermee doen? Ik heb een heel stuk van 15 minuten nu al eruit gehaald. Die heb jij niet gezien. Over dat ik een dingen moet gaan doen. Een deel, hoe is het? Prostaatkankeronderzoek moet ik gaan doen. Oh. En daar heb ik een heel stuk over waarom ik het niet wil en hoe dat is echt hilarisch. Mensen echt, maar ik had hem eruit moeten halen, omdat toen kwam die dikpik situatie. Oh ja, met Overmars? Heb ik die erin gedaan. Ja. Maar dan werd die show echt te lang. Ja, dus dan heb ik die eruit gehaald. En ik weet niet wanneer ik hem terug ga zetten, want ik ga hem wel terugzetten, maar dan moet iets weg. Ik denk dat een heel kleine stukje gaat misschien eruit. Hoewel, er zijn elementen in dat stuk. Die ook bij die niks te maken hebben met Lil Kleine, maar die wel grappig zijn. Dus dan moet ik die loshalen. Weet je, ik heb het gezien toch? Ik heb het over Lil Kleine. En daarin heb ik een paar dingen die ik zo eruit kan halen. Die niks met Lil Kleine, waar ik die voorbeelden geef van die vrouw met die lippen en zo. Niet speciaal met hem te maken. Dus die kan ik misschien zo eruit halen. Maar ik moet weer gaan werken. Dus de show blijft. Hij evolueert gewoon in heel de cyclus. Ik heb collega's, als je naar show 1 gaat en je gaat naar show 50, exact hetzelfde tot op de seconde. Ja. Ik vind ik ook knap. En bij mij niet. Ik kom het podium op en ik weet ongeveer waar ik naartoe ga. Ja. En ik weet wat ik ga doen.
Maar het kan zo zijn dat ik ter plekke denk, dit laat ik weg. En dat ik dit, ik heb vanmiddag iets meegemaakt, ik ga het gewoon doen vandaag. Ja, dat ja. doe ik met die show. Dus die, voor mij moet het in leven blijven, anders wordt het saai. De show van vanmiddag, van vanavond, wordt heel anders dan die waar nou, ik was. Heel anders niet. Je zal hem, okay. weet je, dat bedoel ik. Jij herkent hem wel. Maar zullen de manier hoe ik naar die... Naar de ene keer stop ik en dan ga ik gelijk beginnen met die andere. De andere keer vertel ik iets bij je. Toch gebruik ik andere woorden steeds, andere zinnetjes. Daarin ja. zit het soms al. Ja. Dat het voor mij elke dag weer anders is. Ah, oké. Ah, joh. Ik had ook iets wat u ongetwijfeld denk wel raakte. Want u heeft ook veel op social media over gedeeld. Was de situatie van natuurlijk Will Smith en Chris Rock. En u als comedian, die nam het wel. Ik merkte wel dat u het op social media dan wel op ja, tot hart neemt, zeg je dat? Zeg je het zo? Ja, toch? Van oké, ik vond het wel een niet leuk moment, zeg maar, om naar te kijken. En ook toen deelde u het... de tweet van Kareem Abdul-Jabbar van zijn website deelde je ook nog. Die had ik toen ook even gelezen. En toen was het soort van... Hoe kwam dat soort van bij u binnen om dat te zien? Dat een acteur een comedian slaat om een grap, zeg maar. Je kan het inderdaad op meerdere manieren kijken. Je kan kijken als acteur die een comedian slaat. Je kan het zien als iemand die iets hoort waar een grap over wordt gemaakt. Die daar niet tegen kan. Je kan het zien als twee zwarte mannen. Ja, zeker. Je kan het zien als Will Smith, Chris Rock. Mm-hmm. Je kan het op meerdere manieren bekijken, maar ik zal het altijd bekijken van de comedians kant. Ja. Los van het feit dat je als mens gewoon niet kan besluiten, ik loop naar iemand en ik slam in het gezicht. Om welke reden dan ook. Ja. Dan komt bij dat het een comedian is. En ik zal het altijd opnemen, want als wij dit accepteren als comedians en we houden onze mond en we accepteren dit, dan is eigenlijk het hek van de dam. Want dan kan vanavond iemand om welke reden dan ook vinden dat ik het over hem heb gehad. Ja. Je weet toch, ik heb iets over die vrouw met die dikke lippen. Nou, ja, ja. Dan kan er een man zijn, wiens vrouw dikke lip heeft ingespoten en denkt, wat, heeft hij het over mijn vrouw? Ja, ja, ja. En komen en mij slaan. Dat moet je absoluut nooit willen. Snap je? En zeker Chris Rock, en zeker de hele situatie. Ik denk dat Will Smith een gefrustreerde man is. Een man met veel pijn. En ik vind het jammer, want ik was groot fan van Will Smith. Ik wilde Will Smith zijn in de jaren 90 met Fresh Prince. Fresh Prince. Ik heb gisteren heb ik een foto gepost volgens mij. Dat ik de eerste selfie met mijn vrouw had genomen. Ja. Had je mijn kapsel gezien? Ja, ja, ja. Ik kleedde me als Will Smith. Ja. Ik wilde zijn als Will Smith. Alles. En dat is die dag nu helemaal weg. Ik heb een soort... Afkeer wil ik niet zeggen. Maar het doet me niks meer. Will Smith doet mij niks meer. Sterker nog, als ik aan hem denk, vind ik het zielig eigenlijk. En ook weer niet. En ik denk er van alles van. Maar ja. Hij is niet meer mijn... Hij is niet meer een held, zoals u zegt. Nee, omdat je kan wel zeggen... maar hij was zo lang je held. Maar wat hij nu doet... Daarmee heeft hij alles kapot gemaakt wat een held is. Als hij... Hè, er waren zoveel manieren om dit nog erger te maken voor Chris. Ja. Chris Rock maakt een grap waarvan het publiek ook al zoiets heeft van, kan dit wel? Ja, dus ja. Eigenlijk staat hij al 1-0 achter. Hè? Ja. Een foute grap is voor de comedian nog erger, hè? Vergis je niet. Ja. Denk niet dat je hem nog een keer moet gaan slaan. Een foute grap waarbij het publiek laat merken, we don't like this, is voor jou als comedian al erg genoeg. Nu ben je op de Oscars, de hele wereld kijkt. Dus you're fucked als je Chris Rock bent. Ja. Hoe heet ze? Jada draait met haar ogen zo. Ja. Dat was de beste reactie. Gewoon met je ogen draaien en zo laten merken. Wat een stomme grap. Ja. Als Will op dat moment zijn hand over haar schouder had gewreven zo. En had gezegd. Moest je laten maar. Iets in die trant. Ja, ja. Alle camera's waren daarop gericht. Ja. Dan was Chris de volgende dag de lul. Ja. Overal. Sterker nog, als Will had gezegd. Ik pak mijn vrouw bij de hand. Ik sla de hand eromheen en we gaan weg hier, want we hoeven dit niet te accepteren. Ja. Hoho, dat was een statement, dat is een statement. En Chris was kapot gemaakt de volgende dag in de hele wereld. Wat heb je gedaan? Je neemt een domme beslissing. Je wil de held uithangen, je wil, ik weet niet wat hem bezielde. En nu is hij de lul. Ja, snap je dus? Klopt. Maar goed, ik ben comedian, dus ik zal het altijd voor de comedian opnemen. Ja. Altijd. Als je niet eens bent met een grap, je vindt het niet leuk, dan lach je niet. Ja, dan ga je uit de zaal. Klaar. Dus dan is het gewoon, ja. Dus die situatie was wel voor u. En Chris Rock is, kijk, Will Smith was een held. Mm-hmm. Chris Rock ook. Ik had te maken met daar twee, want je noemt Kevin Hart. Ik vind Kevin Hart helemaal niet zo geweldig. Nee? Nee. Zijn stand-up was leuk tot
4 shows geleden of zo, of zo'n 3 shows geleden met Alright, Alright, Alright. Oh ja, yeah, ja, yeah. Let daarna, me explain was dat. Daarna ben ik naar Las Vegas gevlogen met mijn vrouw om te gaan kijken. Ik ben slaapgevallen. Toen, alles daarna heb ik stukjes gekeken. Die laatste op Netflix. Ja. Yeah. Ik kom er niet doorheen. Nee? Die laatste, ik ben begonnen, ik denk, kom op, Roei. Oh, fresh. Yeah. Ga kijken. Nee. Heb je Earthquake? Wie? Earthquake. Earthquake. Had hij laatst een special met Dave Chappelle? Ja, ja, ja. Earthquake ken ik dus al vanaf ik 18, 19 ben. Of zo. Die laat mij keihard lachen. Maar ja. Die kreeg niet die aandacht van Kevin Hart. Maar nu heb je die special weer gezien. Ik heb weer gelachen. Ja, dat was een kijk, je hebt special. Comedians die in je hoofd lacht. Ja. Dan heb je comedians waarbij je... ja. En je hebt comedians allebei alleen doe je... die zijn goed. Ja. Deze kill krijgt me altijd aan het lachen. Earthquake. Als je tijd hebt en zin, zoek hem op. Eerdere shows van de jaren 90 en zo. Naar je tranen. Oké. Okay. Dat vind ik een echte comedian. Dave Chappelle vind ik een echte comedian. Dave. Chris Rock is degene die mij heeft gemaakt tot wie ik nu ben in die zin. Als comedian wil je eerst grappig zijn. Ja. Toch? Dus je begint. Het moment dat er een stilte valt, raak je paniek. Ja. Want je wil een grap. Jij maakt je grap ook zo. Blablabla. Blablabla. Punchline. Je voelt waar die grap is en zo. Dat is een beginnende comedian. Ja. Dat heb ik ook gehad. Dan word je daar goed in. Dan ga je dingen. Dan moet je ineens proberen persoonlijk te worden. Of, want iemand zei tegen mij een keer, Roei, dat jij mensen kan laten lachen, hebben we nu al 3 jaar achter elkaar gezien. Goed zo. Ja. Maar wie is Roei? Waarom moet ik naar Roei? Waarom wil ik, als ik een avondje wil lachen, kan ik naar alle andere comedians. Maar je moet het zo brengen dat mensen niet alleen willen lachen. Mensen willen weten, oh shit, ik wil naar Roei. Ik wil niet gewoon, weet je niet. Ja. Als jij een avondje wil lachen, ga je naar een comedyclub. Ja. En dan maakt niet eens uit wie daar zijn. Dus de interessante factor. Precies. Dus nu, ja. wil je lachen omdat je naar Roei... Je wil niet alleen naar mij, je wil naar Roei. Wat heeft Roei weer hierover te vertellen? En dat moet je zoeken, dat moet je vinden. Dat moet je, en ik, op een gegeven moment dacht ik... Ja, maar als ik dit soort dingen ga zeggen, dan gaan mensen me echt haten. Weet je? Mm-hmm. Kan ik dit wel zeggen? Die mensen zelfs niet leuk. Maar ik denk het wel. En ik heb er een mening over. Maar ik durf het niet. Dus ik bleef op dat lach dingetje. Ja. Iemand zei, ja, nu moet je die stap gaan maken en zo. Toen moest ik mijn derde show schrijven. Op mijn derde show of zo. En toen kwam Chris Rock uit met zijn nieuwe show Never Scared. Oh ja. Volgens mij Never Scared. Dat zou wel kunnen. En ik was bezig al met, wat ga ik vertellen? Ga ik dit doen? Ik durf niet. Ga ik dat doen? Ik durf niet. Ga ik dat doen? Dus ik kijk Never Scared. En ik was al fan van hem vanaf die eerste show. Bigger Black. Nee. Ja, Bigger Blacker, dat is die tweede. Die eerste heette... In ieder geval. Ja. Maar dit was een derde. Dus ik kijk... En ik zie hem dingen vertellen op een bepaalde manier. En toen dacht ik... Dit is eigenlijk wat ik wil. Ja. Ik wil die dingen zeggen. Die dingen zijn waar. En daar toch op een manier dat je mensen zeggen... Hij heeft wel gelijk. Ja, ja, ja. Oh, dat zeg maar, ik, ja. Oh shit, ik ben niet eens met hem. Maar wel ik gelijk. Ben wel van de andere kant. Maar zoals hij het brengt, snap ik wat vandaan komt. En daar wat humor in. Toen dacht ik, maar dit is wat ik wil. En ik durf niet. Toen ik die show heb gezien, heb ik echt letterlijk die DVD was het toen, uitgedaan. En ben ik gaan schrijven aan die show. Heb ik gewoon gedaan wat ik wilde. Dat was de stap dat mensen zeiden, hey, dit is interessant met jou. Jij zegt nu dingen die gewoon echt hout snijden en daar ook nog de humor van brengen. Jij maakt onderwerpen, dat is het eerste wat ik nu doe. Mensen mailen me en zeggen, zoals jij zware onderwerpen toch leuk kan maken en ook nog zeg waar het op staat en dit. Dat is eigenlijk wat ik al lang wilde. Dat heb ik van Chris Rock. Ja. Dat heb ik van Chris Rock. Zijn stijl, mijn stijl zou ik toch meer richting Chris Rock zoeken. Snap je? En daarom vind ik het des te erger. Dat hij gestart. Dat Will Smith, die ene held van mij, die andere held van mij, weet je. En dan als ik moet kiezen, dan ga ik toch voor Chris, want hij deed gewoon wat hij moet doen. Ja. Snap je? En het was niet eens zo'n foute grap, kom op mensen. Nee, vind ik ook persoonlijk. Ik vond het was een, niet eens, maar mensen zijn gevoelig nu toch? Ja, hij maakt grap over die ziekte, hij heeft geen grap gemaakt over die ziekte. Nee, klopt. Zie je, dus mensen willen dat zoeken en als ze dat happen, dan willen ze jou kapot maken door te zeggen dat je een grap had gemaakt door die ziekte. Ja, maar als je eerlijk bent en kijkt, hij heeft geen grappen gemaakt over die ziekte. Hij heeft grappen gemaakt over de kapsel. Dan kun je gaan zeggen, ja, maar hoe komt dat kap? Snap je? Maar dan ben je al te ver. Soms moet je gewoon ha, klaar. Ja. En door. Soms is het niet zo diep gewoon. Nee, soms is het gewoon een good joke of een bad joke, whatever. Maar je moet niet iets erachter zoeken van...
Dat weer, dus net als die show van Dave Chappelle, ja. die laatste. Die, ja, waar hij over die transgender praat. Die show wilde iedereen dat het gecanceld werd, toch? De tegenpartij. Ja, klopt. Toen heb ik die show gekeken, 2-3 keer. En ik heb nergens iets kunnen vinden waarom hij gecanceld zou moeten worden. Ja. Nergens. Vind ik ook, ja. Hij zegt nergens iets. Dus die mensen, je mag het niet eens erover hebben waarschijnlijk dan. Ja. Maar wat hij zegt... Het is wel waar. Hij zegt niks. Wat is net wanneer ik soms grappen maak over vrouwen. Ik heb bijvoorbeeld in die vorige show, heb ik gezegd, als mijn vrouw en ik gaan elkaar scheiden en we zijn boven de 50, dan hoef ik geen vrouw van 50 meer. Als ik toch opnieuw kan beginnen, ga ik een jongetje pakken, toch? Ja. Dat zeg ik zo. Dan komen, ik heb mailtjes gehad van vrouwen, hè? Ze zijn nog nooit zo beledigd geweest en dat. Ik zeg, maar wat heb je begrepen? Ik heb niet gezegd dat er geen mannen zijn die geen vrouw van 50 willen. Ja, ik heb gezegd, ik wil geen vrouw van 50. Hoef geen vrouw van 50. Ja. Mag ik? Ja. Dan weet je luistert niet. Je gaat gelijk in de aanval, vrouw boven de 50. Ik zeg, nee, hey, iedereen moet het zelf weten. Ik heb alleen gezegd in mijn show, ik wil het niet. En ik heb alleen maar uitgelegd wat mijn redenen zijn waarom ik het niet wil. Ja. Maar mensen willen dus horen wat ze willen horen. Ja. Ja. Ik zag een interview van u bij Omroep Max. En dat was 10 jaar geleden of zo alweer. En daar zei u van... toen vroeg ze aan u van... heb je het gevoel alsof je het gemaakt hebt? En toen zei u... En u zei net al een beetje van... Oké, ik ben 20 jaar nog steeds aan het proberen. En toen zei je precies hetzelfde. Ik ben 10 jaar lang aan het proberen. Maar dan heb ik toch wel het gevoel van... Heeft u niet het gevoel alsof u het wel echt een beetje gemaakt heeft? In het... Ja, Comedyland Nederland. Ja, kijk, je kan niet blijven ontkennen van nee hoor. Ik ben nog steeds aan het proberen. Ja. Maar je ziet dingen. Zalen zijn nu snel uitverkocht. En, ja. Maar ik ga eerlijk zeggen, nog steeds als iemand mij vraagt. Gabbers. Ja. Gabbers is nu 4-5 jaar geleden. Daar werd ik gevraagd, we willen iets doen in Ziggo Dome. En we willen jou als centraal, maar wie zou je erbij willen denken en zo? Ik denk, ik? Centraal? Ja. Wat? Je hebt die. Maar, huh? Ik? Ja. Dus ik denk altijd, huh? Snap je? En toch wel een beetje verbaasd dat je het zo ver hebt geschopt. Dat ze me vragen überhaupt. Dat is altijd. En dan doe ik hem drie, ik doe hem drie edities. En dan zeggen mensen, hé, dat is goed hoor. En als ik ga denken, als ik heb het gemaakt, dat kan niet eigenlijk. Nogmaals, ik moet elke keer weer, wat jij zegt, is Roué nog zo grappig. Ja. Dat maakt niet uit of je het gemaakt hebt. Dat werd ik niet met gemaakt. Wel gewoon bewijzen. Wat is het verschil tussen gemaakt en niet gemaakt? Ja. You gotta get on stage, top game. Gemaakt of niet? Ja. Je moet altijd scherp zijn en daarom moet ik blijven werken. Dus ik denk niet in gemaakt. Ik denk, ik ben hier waar ik nu ben. En wat is... Als ik praat over grote jongens, noem ik... Ja, die grote jongens, Najib en die. Maar ze kijken mensen zeggen... Ja, maar jij bent toch... Nog steeds heb ik dat. Ja? En dat is niet gespeeld. Het zit gewoon niet in me om te denken... Ik ben een grote naam. Of zo. Steeds als mensen zeggen... We zoeken een grote naam, dus zou jij... Echt waar, nog steeds. Ja? En het is niet om een soort van neppe bescheidenheid te doen of zo. Ik ben daar niet mee bezig, dat is het ook. Ja. Ik ben niet meer bezig. Ik moet elke keer weer gaan staan op het podium... En mensen bewijzen dat ik echt grappig ben. Of dat ik het kan. Of dat ik een goede aandacht heb. Ik kom een beetje vanuit Suriname uit. Ik merk ook bijvoorbeeld mijn eigen vader ook. Is echt een Surinaamse opvoeding. Ze laten je niet in de... Laat ik zo zeggen, ze houden je grounded. Ja. Heel erg. Man. Maakt niet uit wat je gedaan hebt. Ik weet nog, mijn vader. Toen ik ging basketballen een tijdje. Elke keer als ik terugkwam en ik zei... Pa, we hebben gewonnen. Zei, tegen wie spelen jullie? Gehandicapte kinderen. Hij wilde toch altijd, weet je dat? Ja. Dat is wel waar. Ze zijn trots op je, hè? Maar ze gaan het nooit echt op die manier uiten om je toch grounded te houden. Nou is mijn hele vriendenkring zo. En ik heb een hechte vrienden. Ik hecht heel veel waarde aan mijn vriendschappen. Ja. Dus ik heb vrienden vanaf ik 8 jaar oud ben. Mijn allerbeste vriend. Dus ben ik samen in dezelfde buurt. Hij woont nog steeds in het ouderlijk huis. En als ik bij mijn moeder op bezoek ben, nog steeds kan ik in zijn kamer kijken als vroeger. Ja. En we zijn ook de hele dag daar samen ook, nog steeds. Ja. En daar hecht ik waarde aan. En nog een groep. Mijn vriendschappen zijn langer dan 35 jaar en dat soort dingen. Met die mensen ben ik gewoon nog steeds heel vaak. Dus die mensen, we waren shit toen we jong waren. Niemand had een toekomstplan. Ja. Toch? Nu zijn twee zijn tandarts, één is fysiotherapeut, twee hebben eigen bedrijf, bla bla. Maar dat was niet dat we elkaar hebben gezocht op basis van carrière.
Ja, nee, ja. We waren gewoon matties. En, ze gingen dingen doen. Ze gingen dingen doen. Ja. En wij ook. Ik ook. En nu is het wat het is. Maar die hebben mij dus van... Die zijn niet onder de indruk van mij. Ja. Die zijn trots op mij. Maar zijn niet onder de indruk. Ja. Soms als ik hier wegrijd vanavond, bijvoorbeeld, kan het gebeuren dat ik mijn vrouw bel en ik zeg, hé, ik rijd naar huis. Zeggen ze, hé, Henk en Chemin zijn hier. Ik zeg, oh, oké, ik ben er zo. En dan hoor ik ineens, Henk vraagt of je even shawarma kan halen. Ja. En dan rijd ik ook naartoe, haal ik shawarma, kom ik thuis en dan gaan we eten en zo. Het zit niet in mij om te denken. Zonder dat ik een grap zeg ik, hallo, wie denken jullie wel dat ik ben? Ja. Dus heb je 650 mensen met het staande ovatie en ik moet shawarma voor jullie halen. Dan gaan ze kapot van lachen, daar hoor ik niks van. Maar dat is niet erg, want die mensen houden me grounded. Als jullie praten over grounded. Ja. Ik begeef me zelden in mijn vrije tijd onder BN'ers. Ja? Volg mijn social media maar. Kijk met wie ik hang. Ja, dat klopt wel, ja. Kijk met wie ik hang. Altijd. Je bent heel veel met uw familie. Heel veel met mijn familie. Ja. Heel veel met mijn vrienden. Zeker. Zeker. Het is ook iets wat me ook echt wel fascineert. Want weinig nog... Nou, niet eens weinig nog bestaat. Maar wat je niet vaak ziet voorkomen... U bent heel lang al met uw vrouw. En sinds u 17 bent? Zag ik het goed? 17. Ja, 17. En u bent nu 49. Dus dat is dan... Bijna 33. Ja. Hoe, ik heb bijvoorbeeld, ik ben net uit een driejarige relatie gekomen. Dat zie je toch? Ah, je gaat niet meer winnen. ja. Je gaat niet meer halen. Ja. Ik heb het, ik was ook met sinds 17. Dus 33 jaar ga ik niet meer halen. Nee, maar... liever eerder dat je er eerder achter komt dan later. Precies. Dat zeg ik ook. Ik heb zeker. Het is geen prestatie. Ja, hoe houdt u het zo lang vol met uw vrouw? En ook hoe houdt uw vrouw het zo lang vol met u? Hè? Niet alleen één richting, het is twee richtings verkeer. Hoe... Zijn jullie zo lang nog, ja, gelukkig getrouwd mag ik het noemen zeker wel, toch? Ja, zeker. Gelukkig getrouwd. Hoe zijn jullie zo lang gelukkig getrouwd? Die vraag stellen vaak mensen, we praten ook erover, hè, mevrouw en ik. Dat snap ik. En wat ik denk is, ik ben wie ik ben en zij is wie ze is. En waarschijnlijk samen, zonder dat we het wisten, was het een hele goede match. Ik ben een gekke jongen. En zij is die stabiele factor. Ja. Maar zij laat mij gek zijn. En ik laat haar stabiel zijn. Dus bijvoorbeeld, nog voor we vriend en vriendin waren, waren we gewoon op in de klas al matties. Ja. En ik had er al lang laten merken van, hé bro, als je klaar bent, ik ben klaar. Vanaf dag 1 had ik het zeggen. En zij, nee. Maar toen werden we matties. Ik ging in die friendzone. En ik zeg ook altijd tegen mensen, wees niet bang om in die friendzone te gaan. Ja. Die friendzone wordt altijd gebracht als een soort... Negatief iets. Maar die friendzone, daar kan je vanuit een veilige positie dingen in de gaten houden. Ja. En eigenlijk elkaar leren kennen. Zodat, ik denk dat vanuit die friendzone zij uiteindelijk heeft gezien wat hey, is toch, weet je? Toch een leuke... Ja, of een match of ik veel. Maar als ik niet in die friendzone was gaan zitten, hadden we niet die band gehad en had ze niet kunnen zien van, hey. Maar ik denk dat het te maken heeft dat vanaf het begin, bijvoorbeeld geldzaken, ik noem maar wat, geldzaken. Zij komt uit een ander soort familie, die hadden echt veel geld. Ik niet. Ja. Maar mij maakte dat nooit wat uit. Jij, als je een klootzak was en arm, was je gewoon een klootzak, was je niet mijn vriend. Ja. Als je een klootzak en rijk, was je ook een klootzak, was je ook niet mijn vriend. Dus ik check nooit hoeveel, het is nog nooit onder de indruk van haar geld of zo. Ja. En waarschijnlijk, achteraf zei ze dat ook wel interessant was, want zij was altijd... Mensen maken opmerkingen, ja, maar jij ook niet te spangen, want je moeder heeft... Dat soort opmerkingen krijg je dan, dat is ook niet leuk. Nee, ik was daar niet van onder indruk. Snap je, ik had 5 gulden en dan liep ik naar de kantine, dan kocht ik 2 broodjes, gaf ik er 1. Zei ze, en hoeveel geld heb je nu dan? Ik zeg, 0. Ja. Ik zeg, ja, dat zie ik morgen wel. Maar jij en ik zei, Mattie, dan kan ik toch niet een broodje gaan kopen, kom ik alleen eten hier, dat is toch raar. Ja. Nou, de volgende dag kwam zij, ging zij brood kopen omdat ze wist, snap je? En dat is eigenlijk nog voor we vrienden waren... Nu is het nog steeds gebleven. Wat geld betreft is dat toen exact hetzelfde gebleven. Ik weet niet hoeveel geld ik heb. Ik weet niet waar het is. Snap je? Ja. Maar geen enkele rekening is ooit geblokkeerd. Er is nooit een stroom afgekomen. Dus het wordt betaald. I got this. Ja. Dus ik laat haar zijn waar ze goed in is. Ja. En zij laat me zijn waar ik goed in ben. En daartussen komen nog zoveel dingen bij kijken. Maar misschien heeft het gewoon te maken met dat het gewoon matcht. En dat we... ik weet het niet. Mensen vragen deze vraag. Stellen die, en ik wil erover nadenken. En ik zoek oplossingen zoals nu. Ja. Maar ik denk dat het gewoon te maken heeft met... Het is gewoon een hele goede match. Ja, en willen werken eraan ook, hè. Zeker. Want weet je, er gebeurt van alles in zo'n relatie. Als je eerder begint, als je als man vroeg begint met een vrouw... Dan... Lastig, snap je? Er gebeurt heel veel, ja. Zeker. Precies. Dus daar moet je ook doorheen. En dan moet je bereid zijn te zeggen, weet je... Let's go. Ja. Hobbel,
verder. Ja, ja. We got this. Ja, ja. Dus waarmee ik niet wil zeggen dat als het niet gaat, dat je per se bij elkaar moet blijven, hoor. Want dat heb ik ook tegen haar gezegd. Dat heb ik gezegd. De dag voor ons huwelijk was ik met haar. Want we hadden al samen gewoond als student en zo. Mm-hmm. Toen heb ik tegen haar gezegd, oké, luister, we gaan trouwen morgen, maar we worden geen getrouwd stel. Laten we dat afspreken. We worden geen getrouwd stel. Eigenlijk, het enige wat erbij komt is een ring. En eigenlijk verandert er helemaal niks. Laten we dat proberen te houden zo. Snap je? We zijn matties, we zijn chillen. Dat is eigenlijk wat we gaan doen met de ring om. We gaan chillen met de ring om. Ja. Zo heb ik het gebracht. En toen zei ze, ja, maar ik denk ook niet anders. Weet je? Niks moet veranderen. Gewoon lol, zo alles. Ja, niet zo van. En nu ben je getrouwd, dus dat kan niet. En dat kan niet. Ja, ja. Nee, dus, en zo proberen we. En we hebben steeds meer lol met elkaar. Ja. Dat is, ik kan nog steeds hard lachen om haar. En zij kan nog echt hard lachen om mij. Je zou denken, na al die jaren in de schoolbanken al liet ik er lachen, dat het ophoudt. Ja. Zij kan gewoon dagelijks nog een paar keer om mij lachen. Gewoon elke dag. Ja. Ja, ik om haar. Mooi, man. Dat kijk, is, Maar als dat er niet is, moet je ook niet forceren. Nee, dat je moet niet forceren. Nee. Maar het voelde nooit geforceerd, zeg maar. Nee. Dus dat, daar begon het al. En je moet rekening houden. Je kan nooit jezelf blijven, hè, in een relatie. Twee mensen komen bij elkaar. En iedereen je gaat verandert. Een beetje inleveren. Ja. Als je dat niet wil, snap je, dan gaat het een probleem worden. Ja. En ik heb ook ingeleverd. Want op een gegeven moment weet je, oké, dit vindt ze niet leuk. Als ik het doe. Maar ik doe het wel graag. Dan moet je dus gaan kijken, oké. Hoe ga ik het toch doen dat het niet, of misschien minder, of misschien, weet je, naar elkaar toe. Dat is toch een relatie, het is gewoon hard werken. Het is, het is hard werken, dus gewoon. Ja. En het is ook gewoon, de match was er ook wel. Ja. Ja. Dan heb ik, hoe laat is het nu? 53, dan heb ik echt, deze vond ik heel interessant, deze wilde ik als laatste. Ik heb echt niet normaal veel vragen eigenlijk, maar dit doen we even dicht. U heeft natuurlijk, hoe oud, u heeft twee zonen. Randy en Julian. Julian. Ja. Randy, hoe oud is hij? Hij is 22. 22. En Julian is 15. Ja. Ik ben natuurlijk 20. Dus, of het 21 zelfs zo. En u bent natuurlijk net als... Ja, ik herken heel veel van bijvoorbeeld mijn eigen vader in u ook. En dan denk ik echt van, dit is echt gewoon... Dus, niet stereotype Surinaamse vader, maar het is wel van... Oké, een Surinaamse vader. En ik merk, hij heeft natuurlijk ook een opvoedboek geschreven, waarom, daarom, de Surinaamse opvoeding. Maar wat ik wel bij mijn eigen vader bijvoorbeeld merkte is, tot ongeveer 16 was hij heel, best wel streng. Je kon niet zomaar iets doen. Je was wel echt van, echt wat u zegt van, maar waarom moet je doen, pap? Hoe bedoel je? Daarom, weet je dat zo? Brutaal als je het vraagt. Ja, het is best wel brutaal als je het vraagt. En ik was heel nieuwsgierig, dus ik vroeg heel vaak dingen. En dat kon, daar botsten we soms in, maar dat is gewoon ook hoe het is. Maar later, na 16, 17, op een gegeven moment merkte ik wel een lossere aanpak. Merkte dat ook in uw opvoeding van, oké, nu laat ik het wat meer los? Ja, zeker. Kijk, ik denk dat het te maken heeft met dat wij als Surinaamse vaders, en dan natuurlijk Nederlandse vader wil dat ook zijn, maar in mijn geval en in je vaders geval, wij willen dat het goed begint aan de bottom. Dus als wij doorhebben bij 15, 16, ja man, die heeft gewerkt, die jongen gedraagt zich, hij weet hoe het hoort. Dan is die basis gelegd. En dan kunnen we chillen daarna. Maar die basis is gelegd. Als je hoort waar ik met mijn zoons over praat. Ja. Julian is 15. Hij mag de dingen noemen bij de naam. Hij mag zeggen wat hij voelt. Hij praat over meisjes met mij. Ja. Over wat hij doet op feestjes en zo. Vertelt hij me gewoon. Maar als ik zeg, Julian, ja pa. Ja. Randy is 22. Ja. Mensen schrikken. Stel je voor, er zijn mensen. En ik zeg, Randy. En hij zegt, ja pa. Ja, pa. Ik zeg, wat moet hij zeggen dan? Ja, klopt ook zeker. Dan dus, als je merkt dat er respect er is en alles en zo, dan wordt het leuk. Ja. Het moment dat die basis niet goed is, dan heb je het kan je niet open met iemand praten, want die persoon snapt niet dat het geen mattie ding is, maar is vader-zoon, maar we zijn wel in een bepaalde zone beland. Iemand die dat niet snapt, denkt, oh, dat zijn we vrienden. Ja. En je kan deze gesprekken kan je pas op een leuke manier met elkaar hebben, als het duidelijk is. Van, we praten erover, ja. we lachen erom, we chillen. Maar uiteindelijk is het zo'n vader, hè? Vergeet dat niet. En dat moet je in de basis goed in de opvoeding zetten. Ik denk dat daarom het losser wordt daarna. Omdat we doorhebben van, ja man, het zit goed hier. Ah. En dan kunnen we... Want wat hij ook zegt, hij weet, het respect moet er zijn. Ja, dat respect is belangrijk. Dus het is eigenlijk gewoon... Want dit heb ik eigenlijk nooit aan mijn vader gevraagd. Maar ik dacht van, weet je wat, hier ben ik toch wel benieuwd naar.
Dus het begint, de basis is goed. Vanaf dat moment, oké, de basis is goed. Nu weet je van, oké, het is vader, zoon, het is niet mattie. Nee, en nu kunnen we het eigenlijk gewoon over alles hebben. Over, ja. Omdat we weten, in basis is het respect er toch. Ja. En het komt niet vanuit brutaliteit. Ja, dat is een verschil. Randy praat vaak Surinaams tegen mij. Hé, pa, wat gaan we doen? Ik weet dat niet is uit brutaliteit. Ja, ja. Als hij een scheldwoord gebruikt voor mijn neus, is dat niet uit brutaliteit. Klopt. Is omdat hij dat verhaal moet vertellen zoals het is gegaan. Ja. Maar dat weet ik. Het moment dat die basis niet goed zou zijn, dan wist je zou ik niet weten, scheldt hij gewoon waar ik bij ben. Heeft hij geen respect. Ja. Dat is dat. Ik snap het zeker. Nou, dat was een beetje mijn laatste vraag. Ik dank u heel erg voor het hierbij zijn bij de podcast. Lekker man, boys. Dank jullie. Ja, bijna. Echt. Nee, maar ik dank u heel erg dat u hierbij was. We hebben nog één kleine... gezondheid. Dank je. We hebben nog één kleine verrassing. Want onze vrienden van Maribo's, Malik Taylor van in Delft, Maribo's in Delft, die zijn er vandaag ook weer. En we hebben nu een kleine deal met ze. Dat ze Surinaams eten komen brengen. Vorige podcast was de eerste podcast dat ze er waren. En vandaag ook met wie is het beter om Surinaams eten te eten dan met een... legendarische Surinaamse cabaretier. Dat mag ik wel zeggen. Ik weet dat u toch heel humble bent, maar ik laat ik zo zeggen, u heeft mij ook u bent een groot deel geweest van mijn childhood ook. Dat mag ik toch. Dat is een raar ding ook. Raar, hè? Mensen komen, volwassen mannen komen nu en zeggen, ja, maar ik volg je mijn hele leven al en zo. Ja. Maar dat is een als eye-opener, toch? Ja, maar dan denk zeker. Ik, hele leven, hoe oud ben je? Ja, 24. Dus ja. Ik ken je al vanaf. En toen dacht ik, kut, ik ben inderdaad begonnen. In toen 20, en toen. 22, stel je voor, hij heeft die show gezien uit 2005. Ja. Inderdaad, ik ben oud. Ja, ik vergeet hoe lang ik bezig ben. Ja, nee. Dat ook bijvoorbeeld typisch Surinaams. Ik is het 13 alweer? Ja, dat bedoel ik. Dus van, ik moet er steeds aan denken, is al bijna 10 jaar. Ja. Hoe was het eigenlijk dat je gewoon op... sorry, dit is echt de laatste vraag. Maar hoe was het dan... Ik weet nog, u had een verhaal verteld dat u niet in Suriname ging toeren, omdat natuurlijk Jurgen Rijman was, die guy. En hoe was het dan om een show te doen 10 jaar later, vanaf dat moment dat je eigenlijk een beetje bang was om in Suriname te toeren, voor alleen maar Surinamers, dat het letterlijk carré vol zit met 2500 Surinamers die gewoon keihard lachen om uw grappen? Dat was een... Ik heb het daarna nog een paar keer gedaan, toch? 3 Ja, andere. Klopt, ja. Maar die blijft natuurlijk die eerste. Dat ik die stap heb durven nemen van, oké, ik wilde het al heel lang. Ja. Want ik had die grappen al. Ja. Maar die grappen kon ik nooit in mijn Nederlandse show doen. Dus ze bleven altijd maar op de achtergrond. Dan was ik echt soms bij moederdag. Soms werd ik gevraagd voor een moederdagshow met Surinaamse moeder. Dan kon ik het daar een beetje kwijt. Ja, en dan ja. zag ik al, oh, dit werkt echt wel en zo. En toen zei ik tegen mijn manager, ik moet dit echt gaan doen nu. Ja. Maar ik heb op tijd gewacht, want ik heb nooit haast gehad met dingen. En toen was die tijd daar. Toen belde Carré. Zo gaat het altijd met mij. Ik wacht, geduldig. Ik ga keihard aan het werk tot het telefoontje gaat. Ziggo Dome was niet mijn idee. Ik heb hard gewerkt. Gewoon niet met een doel, maar gewoon hard werken altijd. En toen ging dat telefoontje. Ja. Net als Ziggo. Toen belde Carré. Belde. We bestaan 125 jaar. En we willen een paar specials in het jaar doen. Wil Roué niet een show hier doen? Huh? Ik zeg, Carré, ik? Wauw. Toen zei ik tegen hem, nee, maar dan wil ik dan, als het toch een special is, dan wil ik niet gewoon mijn show doen waar ik mee toer. Dan wil ik een special, mag het in het Suriname, daar waren ze mee eens. Vonden ze zelf leuk, weet je, iets. Ja. En toen ging ik eenmaal in die kaart verkopen en alles. En toen ging ik op 2, 3 andere plekken eerst spelen en dat ging ook goed en zo, die try-outs. Het was een feestje. Ja, zeker. Dat was echt een van de... Ik vond het echt leuk dat ook, dat was echt zo anders dan andere shows, want ineens was daar Baraten, daar was een dit, daar was een dat. En je alleen maar Surinamers, dat was echt geweldig. Dat was echt mensen waren trots, dat raakte mij nog het meest, dat mensen zeiden, het was niet alleen de show, je hebt ons trots gemaakt, dat we gewoon in een zaal zitten met alleen Surinamers en de Surinaamse taal, alleen Surinamers, echt een eigen feestje. Zeker. Dat was nog op die manier nog nooit eerder gedaan met comedy. Ja. En die hele line-up ook met de boy en zo. Het was één groot feest. Mensen vonden het echt... Dat raakte me nog het meest. Ook laatst toen die Covid-tatorie in Ziggo Dome. Ja. Dat aan de zijkant van de anderhalve maand lang wapperde de Surinaamse vlag om de 3 minuten. Als reclame toch? Op de Ziggo Dome. Mensen mailden me. Ik reed langs. Iemand zegt ik ben gestopt
moest even een traantje laten. Ook omdat het Ziggo, het was ook lockdown, mensen konden niet naar Suriname. Ja. En die zei, ik heb een traantje gelaten, dat die vlag gewoon wapper, dankjewel dat je dat voor elkaar had. En dan denk ik, ja, krijg ik voor elkaar, is gewoon een... Maar mensen zien het zo, dat ik het voor elkaar heb gekregen, dat ja. De vlag op de Ziggo Dome. Dus dat raakt me eigenlijk nog dieper dan dat ze gaan lachen. Want dat weet ik intussen ook wel. Ja, ja. Maar wat het extra meebrengt, dat vind ik ook nog extra mooi. Ja. Maar dat is top. Ja, zeker. Nou, laat Malik binnenkomen, man, zou ik zeggen. En dan gaan we even een lekker broodje eten van Maribo's. Ik weet dat hij ook Young mee heeft, maar je krijgt wel ook nog een beetje extra. Ja. Dus dat zeker, man. Ja, je bent ook wel echt wel een... Ja, je wilt niet per se een voice noemen, maar u toch, net als wat Dave Chappelle ook zei. Hij wil geen hero zijn, maar je wordt toch in die positie gezet omdat je gewoon een publiek figuur bent. En u ook. Ik doe ook geen domme dingen. Nee, gelukkig. Ik probeer weg te blijven van constant een mening, constant een statement, constant de hele tijd op social media roepen. Jij bent ook minder op talkshows. Vroeger was hij wel best wel vaak op Pauw en Witteman en zo. Ja, maar als ik ga ik het nooit om politieke dingen te bespreken. Ja. Ai. Goeiedag, Malik Taylor. Ja, wil je even vertellen? Zo, je hebt veel meer. Oh, Sang! Ik hoor je, man. En Sang, Migado. Ziet er mooi uit, man. Dus, wacht 2 seconden, dus ik geef je de microfoon. Dan kan je een beetje harder praten, natuurlijk. Dus ik geef nu de microfoon aan. Ah, ja, man. We hebben de Maribox. Het is een mix van nasi, bami, saté, 2 stukken kip, sambal. Jezo en zuur, extra pindasaus aan de zijkant. We hebben onze hotdog, een broodje kip curry en een broodje kip. Het is bakoyau. Bakoyau? Ja, man. Daar praat je zo over deze dag. Ja. Dus dat was het, ik hoop dat het smaakt. Geen probleem. Maribo's Delft, kom het lekker eten, kom het proberen. We zijn open, dus ja. Ja, alweer. Hij zegt toch wat nodig is. Ja, je moet gaan eten. Het is gewoon wat het is, man. Het is eten, het is open. Dat moet je weten. Ik ben in het gezelschap van een legend, dus ik kom ook niet uit mijn woorden. Ah, ik hoop dat u het lekker vindt. Ik hoop graag uw feedback. Dat u langskomt. Ja, toch? Zeker. Het ziet er alvast heel lekker uit. En het ruikt lekker, dus. Het ziet er goed uit. Nou ja. Ik heb alle vertrouwen. Alle soorten gaan niet. Maar wat ga je eerst aanvallen? Ik denk ik straks... Want ik eet niet op camera, hè? Mm-hmm. Dus niet dat ik mijn mond toe. Moet je een natte Ik denk ik ga beginnen met een broodje. En dan is dat thee. Ah, dan wel vallen. Maar doe je nasi? Doe je nasi? Bami. Ik hoor je, man. Dankjewel. Ik word gewaardeerd. Kunnen we zometeen nog even op stage een foto doen? Willen jullie blijven? Dan ga ik even eten met jongens. Ja, zeker. Dan gaan we naar die foto. Zeker, tof. Dan zal ik soundchecken ons even. Ik kan niet zorgen wegwassen met de hoop lean. Ik kom uit Aga, dit is dealer junkie dope fiends. Je gaat geen hoop zien, weet je gaat de hoop zien. Ik liep met mijn eerste paar Nike's als een trofee.